Beste vrienden, alweer ben ik aan zee, dit keer aan de kust van Knokke. Ik zal misschien toch even bewegen, zodat jullie zien dat wat ik zeg de waarheid is. Dat ik niet gewoon bij geschilderd behangpapier zit. Hier zie je de dijk van Knokke. Daar ben ik nu. Goedendag, uitzicht. Het is een van de meer controversiële buurten van de kust, maar we gaan niet krenten kakken. We gaan niet zuurpruimen, we gaan niet kritikasteren. Onze lieve Heer moet zijn getal hebben. En als hier een sfeer hangt van anti-coolbox toerisme, dan is dat maar zo. Als je er moeite mee hebt, ga dan naar Blankenbergen. Ga dan naar Oost-Duinkerk. Er zijn veel alternatieven. De Belgische kust is oneindig groot. Als je hier verloren loopt, vinden ze nu na 30 jaar nog niet terug. Dus ik zit nu inderdaad in het imperium van het anti-coolbox toerisme. Alweer. Hè? Dus gisteren was ik aan de zee. Ergens was familie aan de zee. De dag daarvoor is Pitoche hier zelfs geweest. Maar nu ben ik hier weder en ik zie nu een mooie dame voorbij wandelen. Zodat ik even niet kan spreken. Hot mens. Maar nu is ze verder, dus ga ik voort. Ik ben hier nu voor mijn werk. Niet voor de dinsdagclub. Maar wel omdat ik zo meteen een Battle of the Cartoonisten ga presenteren. En ik kreeg honger. Ik was er juist in Ravelingen, waar dat die wedstrijd plaatsgrijpt. Maar ik dacht, ik ga eerst naar de Sunset, dan zijn ze onderweg. Met mijn koffie en mijn broodje. Hier is een zaak, die is pokkendruk. Iedereen zit achter dat glas hier mossel te eten. Maar op mijn terras is het helemaal ledig. En dat vind ik goed, want ik ben alsmaar in een meditatieve stemming. Dus zou ik op een valreep reclame willen maken om naar Ravelingen te komen. Dankjewel. Waar onder meer Piet de Poortere, de tekenaar van Boerke, maar ook mijn dikke vriend Kim Duchateau, kijk wat een chanceur, wat een goed leven ik altijd heb. Dit had ik niet mogen doen, dit had ik jullie niet mogen aandoen, om mij zo te moeten zien eten. Als Molly dit ziet, dankt ze mij op. Gisteren ging Molly naar buiten en zei tegen mijn papa, ik haat u vanuit de grond van mijn hart. En ik had echt niks gedaan. Dan ben ik nog altijd van aan het huilen. Wonden aan het likken. Maar ze zat voor een taal. Maar ze heeft wel gelijk, mijn dochter, wanneer ze zegt dat je niet mag eten met je mond vol. Maar dat heb ik besteld, een krok Hawaii. En dat eten dan net ging heel moeilijk, want die ananas is natuurlijk kokend heet. Net zoals tomaten, als je die uit een oven haalt in een broodje. Dat broodje valt mee, maar die tomaten die schroeien. Hetzelfde met ananas. Het is nog dan vreemd, want... Nee, het is niet zo heel vreemd, want tomaten zijn eigenlijk een fruitsoort ook. Dus goed, ik ben nu hier in Knokke. Ik zal niet te lang kunnen spreken, want ik ga die krok verder opeten. Een krok in Knokke. Maar ik kom dus vanavond naar Ravelingen. Het is er wel niet groot. Want op het affiche dacht ik van, wow... Dat is een soort 10 om te zien voor gevorderden. Maar juist was ik dus professioneel als ik ben op prospectie in die zaal. Ja, en dat is er geen grote drukte. Maar dat gaat, zo gaat het met de kwalitatieve dingen. Je hoort hier nu op de achtergrond misschien een fanfare spelen. Dat is een taptoe. Ken je dat? Een militaire fanfare. Gezellig. Dus ik ga weer inleggen, maar ik maak ook nog reclame voor aanstaande dinsdag in de dinsdagclub. Verwachten we onder meer Johan Petit, maar ook Lits komt terug, et cetera. Enfin, oneindig programma, ik heb het nu niet bij de hand. Maar we zijn de zomer bijna doorgefietst, omdat de laatste dinsdag van augustus is het eigenlijk al niet meer echt zomervakantie. Dan zitten we al op die valreep, dat is dan de 27e. Maar als je nog één keer echt wil proeven van de dinsdagclub in hetere tropische atmosferen, dan is aanstaande dinsdag 20 augustus jouw laatste kans. Nasi Lahe gaat er niet zijn, want die belde net om te zeggen dat haar knie is verbrijzeld. Toen zij is uitgegleden op de Bolivarplaats voorbij donderdag. Dus tot dusver mijn mededeling. Ik doe de groeten aan Linda Schoenmakers. Mijn grote jeugdliefde Linda Schoenmakers. Ook Els Krauwels die onlangs aan zee was. Ah ja, hier zie je ook wel duidelijk dat ik aan zee zit. Ik had meer zo moeten filmen. De typische witte strandcabine die ik nu voor altijd zal associëren met Jeff Staes, de zaliger. Mooie foto van Jeff met strandcabines.
ons op zijn begraf is. Ook aan Sven Verbeek doe je de groeten, gecombineerd met de vraag wanneer mag ik nog eens bij jou komen optreden. En ook René Klever doe je de groeten. En die man zou ik dan weer willen bedanken voor het feit dat hij week na week op zijn Facebookwal promotie maakt voor mij. Niet zoveel als Anja van Heukelom, die ook aan het kijken is, maar toch. Dus nog één keer laat ik jullie meegenieten van het zicht op het strand. Moet zeggen, het is, je ziet niet veel, hè. Nu ga ik eten en werken. Tot morgen. Tot een dinsdag. En als je nooit op dinsdag kan komen, dan heb je sinds binnenkort, vanaf de 1 september, ook de mogelijkheid om zondag 1 september begint iedere zondag het Salon op Zondag in de Groene Waterman. Eerste zondag is met Nigel Williams, Geert Beulens, Sam Wouters en een heel goede Lindy Hop danser. Tot dinsdag, vrienden. Take care. René Kleber heeft nog iets gezegd, maar ik kan het niet lezen.